Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik nog eens een masked time doen. Deze keer met het Fairy Mash Sheet. Dus met Charmander in de geur Grapefruit. Dit is een masker van Tony Moly of zoiets. Ik ga het linken hieronder. En ik kocht het op Effects. Ik ben echt super benieuwd naar het face masks. Oh, dat ruikt wel super goed. Oh, echt. Ik ben echt zo'n fan van de hele grapefruit. Ah, het is wel heel erg. Oh, ik had echt gehoopt dat iets meer Charmander ging zijn. Het is eigenlijk totaal niet de Charmander. Wauw, echt. Hey. Ik had echt gehoopt dat iets meer Charmander ging zijn. Jammer. Maar hij ruikt wel echt heel leuk. Oké, wat ga ik vertellen? Allereerst wil ik vertellen over Blogger. Want Blogger in maart 2018 is net online gekomen. En hopelijk hebben jullie het allemaal al zien verschijnen. Mocht je het nog niet hebben zien verschijnen, dan link ik het ook even hieronder. Dus ga het zeker allemaal bekijken. Want ik heb er echt zoveel werk in gestoken. En ik hoop dat jullie het echt allemaal super leuk vinden. Er staan receptjes in, er staan interviews in, er staan tips in voor bloggers. Eigenlijk alles omtrent de lente en het herboren worden staat erin. Echt. Ik ben echt heel erg blij met hoe het is uitgedraaid. En ik ben ook heel erg blij met de illustratie van Paulinka erin, want ik vind die echt super leuk geworden. En ik wil via deze manier ook nog zeker even iedereen bedanken die eraan heeft meegewerkt. En ik wil me excuseren bij jullie omdat er daardoor iets wat meer radiostilte was op mijn blog en op mijn YouTube kanaal. Maar ik ben terug! Niet meer voor lang, want donderdag, we zijn nu dinsdag als ik dit film, ga ik naar Varna. Varna in Bulgarije, dat is ergens van onder in Bulgarije. Bulgarije ligt ook ergens van onder in Europa, in Oost-Europa. Hier heb je, wacht, Italië. Hier heb je Afrika en Bulgarije ligt hier ergens, als ik het goed toon. En anders laat ik hier wel nog even een kaartje zien, zodat je het zeker weet. Ik ga daar naartoe voor 4 dagen, van donderdag tot en met zondag. Donderdag vertrek ik 's middags in Charleroi, dus ik kom 's avonds toe. In Varna, want dat is iets van 2 uur vliegen. En ik kom terug in Charleroi om 9:45 s'avonds op zondag. Dus de kans is dat ik wel heel erg groot dat ik in de luchthaven blijf slapen. En dan zo de eerste trein terug naar huis neem. Ah, ik zie heel de tijd aan het minuten vol. Maar dat was echt een hele leuke trip. De reden dat ik ga is eigenlijk enkel en alleen maar omdat die super goedkoop was. Ik heb 20 euro betaald, geen en terug denk ik. Ja. Echt. Het was te goedkoop om te laten liggen gewoon. Echt heel erg blij mee ook. Als ik werk had, werd die gewoon direct geannuleerd. Maar voorlopig heb ik dat nog niet. Wel mag ik morgen op sollicitatiegesprek bij een bedrijf waarvan ik denk dat het echt heel erg mijn ding gaat zijn. Dus we gaan duimen.
En hopelijk komt dat goed, dus voor een bedrijf in Waregem. Ik denk dat ik het daar echt super hard naar mijn zin zal hebben. Voor de rest loopt de werkzoektocht nog heel stroef. Er zijn gewoon heel weinig vacatures hier in West-Vlaanderen voor de job die ik zoek. En als er dan vacatures zijn voor de job die ik zoek, word ik gewoon met massaal veel mensen geattaqueerd, waardoor ik meestal er niet word uitgekozen. Dus ik probeer mijn hoop nu niet te hoog te leggen, maar die mensen vonden mijn blog alleszins al zeer creatief. Dus ik hoop op het beste. Ik ga vandaag, als ik tijd vind, ook een beetje met Sarah werken. Ik ga mijn inpaklijst samenstellen. En vanavond ga ik terug naar de make-up les, want wie mijn vlogkanaal niet volgt, weet dat misschien niet. Maar momenteel volg ik 2 avondlessen. Franse les, die gaat, loopt tot in mei. Een make-up les, die loopt tot in september, oktober denk ik. Mijn make-up les heb ik op dinsdag van 7:30 tot 10:00 en mijn Franse les heb ik op donderdag van 7:45 tot 9:45 denk ik. En ik doe ze alle 2 super graag. Mijn make-up les is de vorige cursus van Sintra. 2 jaar geleden denk ik heb ik de basis gedaan en nu doe ik dus de gevorderde. En het is super leuk omdat je dan heel wat nieuwe technieken leert. En mijn Franse les doe ik gewoon voor op het werk, omdat mijn Frans niet zo goed is en dat zeker nog bijgeschaafd kan worden. Dus nu doe ik dat op deze manier. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb bij kunnen praten. Mocht jullie meer van mijn dagelijks leven willen zien, ga dan zeker mijn vlogkanaal volgen, Girl Online. Ik link het hier ook ergens onder. Het staat altijd hieronder in de beschrijving, maar ik ga het proberen ook in een i'tje te zetten. En dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!